Hey, Kion. Kion. Wat is er, pap? Je moet naar school. Oh ja, helemaal vergeten. Pas op de fiets, hè? Ja. Oh. Jongens, ook weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets supercools doen. We gaan namelijk een koptelefoon bouwen waarbij je oren nog vrij blijven. Dus dat betekent dat je gewoon veilig kan fietsen. Want ik ging vanochtend op de fiets naar school. Maar toen had ik mijn koptelefoon nog op. En toen bedacht ik me eigenlijk dat dat heel erg gevaarlijk was. Dus daarom gaan we nu een koptelefoon maken die je tegen je hoofd aanzet. En waar je oren niet bedekt bij zijn. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus tot zo. Wat we nou gaan doen is, ik heb hier twee botspeakertjes gekocht. Dit zijn zeg maar een soort speakertjes. En als je die tegen je bot aanzet, dan hoor je geluid. Dus die gaan we inbouwen in deze foute haarband van snowboarden van mijn vader. En dan maken we deze Bluetooth module eraan, dus dat je met je telefoon kan verbinden. En dan kan je zeg maar muziek luisteren. Zonder dat je oren bedekt zijn. Waar we mee beginnen is de botspeakertjes vastmaken aan de Bluetooth module. En dat is ook alweer bijna het eind, want het is super makkelijk om dit te maken. Wil je dit nou zelf ook maken, dan moet je even in het linkje onder deze video kijken. Want daar staat waar ik ze heb gekocht en hoe ik ze heb gemaakt. Dus dat is super simpel. Pak even de soldeerbout. Tinnen we hem een beetje en dan maken we hem eraan vast. Zo, en hetzelfde doen we met het andere speakertje. Zo, het enige wat we nu nog moeten doen is een batterijtje aansluiten en hem inbouwen in een foute haarband. Ik heb hier nu een klein batterijtje en een schakelaartje. Dan maken we het batterijtje met één kant vast aan het stopje voor de Bluetooth module. En de andere twee aan de schakelaar, zodat je hem aan en uit kan zetten. Dus daar gaan we nu mee beginnen. Het is zeg maar zwart aan zwart en rood aan schakelaar. Moment van de waarheid. Zal die het doen? Ja, hij gaat aan. Even wachten voor de Bluetooth-verbinding. Ja, hij is verbonden. Oké. Ja, jullie horen natuurlijk nog niks. Ik wel. Maar om te bewijzen dat hij echt werkt, kan ik hem een van deze tegen een bekertje houden. En dan hoor je het heel erg goed. En ik hoor het ook heel erg goed.
Maar jullie horen nu niks. Hij staat wel heel erg hard. Dan gaan we hem nu inbouwen. Ik maak achterin de haarband een klein gleufje. En dan ga ik proberen alles erin te stoppen. Ik doe eerst één koptelefoon en die doe ik helemaal naar de zijkant van het hoofd. Dan doe ik de rest erin. En alleen natuurlijk het knopje aan en uit blijft uitsteken. Zet hem aan. Zet hem op mijn hoofd. Hij doet het! Ja, jullie horen misschien niks, maar hij doet het echt heel goed. Wacht, misschien kan ik het bekertje tegen me op. Zo hard. Horen jullie? Hij doet het. Ik doe hem weer even af. Nou mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan vooral niet te abonneren. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. Klik dan ook op het belletje, dat je iedere week op de hoogte bent van onze video's. En deel dit linkje met iedereen. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.